Op de derde maandag van augustus werd en wordt in sommige Amsterdamse buurten Hartjesdag gevierd. Ten aanzien van de oorsprong en de betekenis van het volksfeest bestaan uiteenlopende verklaringen. Een mix van carnaval en gay pride, waar mannen zich in vrouwenkleding hullen en vice versa. Het kwam regelmatig voor dat festiviteiten uit de hand liepen, waardoor het stadsbestuur moest ingrijpen om de orde te herstellen. Dit schilderij beeldt Hartjesdag uit zoals dat omstreeks 1900 op de Zeedijk en in de Warmoesstraat zou zijn gevierd. De straat staat nu bekend om de Aziatische invloeden en een concentratie van homokroegen. Hartjesdag is inmiddels uitgegroeid tot een groot driedaags straatfeest. Op zaterdag, de nacht van de romantiek, begint men met optredens en muziek. De zondag wordt gevuld met een buurtbrunch en de opening van de Hartjesdagen met een drakendans op de tafels die door de hele straat staan. Op maandag worden die tafels gebruikt om de verklede kandidaten, de queens en de hartjes, over te laten paraderen, terwijl de jury toekijkt vanuit verschillende ramen verdeeld over de hele Zeedijk. Zelf mocht ik vorig jaar een van die juryleden zijn.